Konnichiwa. Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag hebben wij een ontzettend tof project met een Chinees / Japans gethematiseerd uiterlijk. Dit project is gemaakt door XRBZ en het heet Yuki en Yaganat. En ik denk dat dan Yuki staat voor de naam van de achtbaan, want er staan twee projecten, twee achtbanen in deze map. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Een dive coaster en een inverted coaster. Nou, we gaan snel een kijkje nemen in dit project en daarvoor moeten we wel eventjes deze brug aflopen. En als we links kijken zien we eigenlijk helemaal niks. Nou ja, natuur, bomen en rechts wordt het wel interessant, want daar zien we dan, hoppakee, de inverted coaster. Daar gaat hij al in de looping. Fantastisch leuk. Ik vind het mooi. Leuk projectje tot nu toe al. En we gaan verder. Ook dat bootje daar. Kijk, ik hou gewoon van die stijl. Ik vind het super gaaf om dit soort projecten te zien. Ik heb natuurlijk zelf in mijn park, Davindo Springs, ook een Chinees / Japans uiterlijk gegeven aan een themagebied. En je kan er gewoon heel veel mee spelen. Het zijn vooral hele sierlijke daken. En ik vind het echt een prachtige set. Ik ben heel erg blij dat ze dit hebben uitgebracht in de DLC-pakketten. Azië. Ja, dat is het themagebied waar we nu in gaan. En daar staat dan één van de achtbanen. Ik kan even erop klikken om te weten te komen. Is dat de Yuki? Ja, dat is dus de Yuki. En dan zal die Yaganat. Ik hoop dat ik het nog onthouden heb. Yaganat was het, geloof ik. Die zal dan daar staan. Even erop klikken. Die heet Yaganat. Oké. Nou, we beginnen maar met de dive coaster. En dan moeten we inderdaad richting het Azië-gebied. Ik kan nog even hier kijken. Is dit achter de schermen? Of lopen we dan achter het gebied langs? Ik zie er wel Yuki. Dus dan kan je ook weer in het gebied komen. En ik denk dat dit gewoon volop omlopen is. Of het is mogelijk om nog uit te breiden met het park. Maar volgens mij loopt dit gewoon helemaal rondom. Nou, dan gaan we gewoon even terug. Want, oh, je kan daar ook nog door de poort. Maar officieel is het wel leuk om via die andere poort te gaan. Dat is dan officieel de... Nou ja, het voelt een beetje als de officiële ingangspoort. Nou, we komen hier... Oh, dit is leuk. Een noedelskraampje. Dat heeft hij heel leuk in elkaar gezet. Want... Dit bestaat dan uit maar 78 onderdelen. Nou, dat valt op zich mee. Onder de grond heeft hij van die barrière latjes neergezet. Zodat de mensen niet dichtbij komen en er eigenlijk omheen lopen. Dat is fijn, want dan lopen de mensen dus niet door het object heen. Dat is heel slim aangepakt. Maar ik vind het wel heel tof hoe hij dit in elkaar heeft gezet. Het is heel erg knus. Er zit ook een klein dak op. Dat is dan eigenlijk een tent. Even kijken hoe hij dit nou precies heeft gedaan. Want dat vind ik wel heel interessant. Want misschien kan dat wel een tip zijn voor mij. Als ik wil verder gaan bouwen aan mijn pretpark. Familiepark Wonderland. Daar kan ik natuurlijk ook van zulke dingetjes neerzetten. Hartstikke leuk. Daarom als je projecten downloadt. Kijk gewoon even hoe hij het heeft gedaan. Dit is gewoon een dak. En dat heeft hij erop geplakt. Althans, erop gezet. Ik denk niet dat hij met een pritstift heeft lopen plakken of met plakband of een tape. Maar ik vind het leuk. Noedels erop. En daar is dan ook de dive coaster met een groot logo waarop staat Yuki. Ik ken alleen Yuki. Yuki de beer of Yuki qua drinken. Dit is volgens mij de ingang. Er staan ook wat... Oh, ja, even kijken. Als je zwanger bent mag je er niet in. Of moet je van rechts naar links lezen? Nou ja, ik zie in ieder geval dat je... Ik mag erin, ik ben gezond. Mevrouw, ik ben gezond. Wat nou? Nee, ik ben gezond, ik ben ook niet zwanger. Ik heb misschien een dikke buik, maar dat betekent niet dat ik zwanger ben. Potverdorie. En die box heb gezegd dat ik erin mag. Nou, dag mevrouw, ik heb mijn VIP-opnamepas. Ik wil er gewoon doorheen. Hoppakee. We kunnen lekker gaan slalommen. Maar wat ik al zei, ik heb een VIP-opnamepas. En oh, heerlijk. Ja, er komt dan een heerlijke lavendel uit, hè. Dat is van die geurstokjes. Die heb je, dat is gewoon lekker. Dat vind ik wel een beetje Japans. Van die lekkere geurstokjes. Komt daar ook uit. Dat komt er ook uit. We zien een kratje, daar gaan we omheen. Een hele lange wachtrij. Dat mag natuurlijk wel voor zo'n fantastische achtbaan. En ik zie ook twee trappetjes. Eentje denk ik voor de fastpass. Dat lijkt mij wel. En die andere of natuurlijk voor de front seat. Nee. Het gaat gewoon lekker. Hè? Hoe loopt dit dan? Even kijken. Volgens mij is dit een neppad. Of sluit dit wel aan dan? Nee, dat sluit niet aan. Oh, dan is het gewoon een neppad. Nou, wel origineel dat hij twee van die trappetjes heb gemaakt. En hier is dan de achtbaan. Ook nog gedacht aan rolstoeler. Dus ik denk dat je ook nog via de trap inderdaad gewoon voor rolstoelgebruikers... kan je ook heel makkelijk hier naar boven toe lopen. Super gedaan. En dan gaan we instappen in de Yuki. Hij is aan het testen. Ik weet niet, als ik hierop klik, zit ik dan in de achtbaan? Dan zit ik zeker in de achtbaan. Ik wil natuurlijk even wachten totdat hij terug is bij het station. Want ik wil vanaf het begin af aan genieten van deze dive coaster. Nou, daar komt een nieuw karretje aan. Is dat de goede?
Dat is zeker niet de goede. Een kleine spoiler, de achtbaan gaat naar beneden. Dat zijn wel flinke spoilers. Ik bedoel, ja, kijk, dit is goed, dit is goed. We zitten erin, we gaan vertrekken met natuurlijk onder mijn facecam de live statistieken. Spanningsmeter, angstmeter, misselijkheidsmeter, speed en natuurlijk de geen krachtjes aan de onderkant. Nou, ik denk dat ik niet goed zit. Ik denk dat ik een beetje in het midden wil. Dan pakken we even de 5. De 5 of de 6. Je hebt nooit echt precies een midden. Maar dit is ongeveer... Dit zijn wel de middelste stoeltjes, hè? 5 en 6. Even de autosave modus. En dan... nou ja, wat gaan we wachten van een dive coaster? Vaak is het zo dat dive coasters best wel een behoorlijke snelheid halen. En dan denk ik vaak aan toch wel de 100 tot de 120 km per uur. Het ligt er natuurlijk aan hoe hoog de achtbaan is. Maar... ik denk dat wij toch wel een redelijke snelheid gaan halen met de Yuki. En dat doet me ook weer denken aan Yu-Gi-Oh! Heette Yu-Gi-Oh! Toch? Of, nou ja, het was net als Digimon. Ja, je had Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! Al die namen. Dragon Ball Z, dat waren allemaal van die anime's. Fantastisch. Pokémon kennen we allemaal wel. Ja, wordt dit... Ik denk niet dat dit een 120 km per uur wordt. Maar ik denk dat hij wel de 100 gaat aantikken. Daar gaan we een flinke drop naar beneden. Hoppakee, met een snelheid van inderdaad 104 km per uur. Dat is een mooie snelheid. Heerlijk jongens. Ook van die netten heeft hij eronder geplaatst. Gewoon voor de veiligheid. Mocht je je soda of je frisje yogi... Je frisje yogi. Mocht je die gaan verliezen in de achtbaan, dan is er wel een netje natuurlijk. Dit wordt volgens mij weer een 100 km per uur. We gaan in een soort tempel naar beneden. Het wordt lekker donker in de grot. Kijk eens even, 103 km per uur. Net 1 km langzamer dan de eerste erop. En met een flinke grote bocht gaan we nog door een grote bak met water. Word je ook nat bij het terrasje, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel heel vet voor het uitzicht. Dan nog lekkere soepele bochtjes. Dit is een hele goede achtbaan. En dan komen we aan bij de remmen. Terug naar het station. Heel mooie timing. Boven mij zag ik een karretje. En ook rechts zag ik een karretje die op de lifthill ging. We gaan kijken naar de resultaten van deze achtbaan. Een lengte van 865 meter. Een maximale snelheid met de eerste drop van 104. Gemiddeld 32 km. En de grootste drop telde maar liefst 41 meter. De G-krachten liggen gewoon goed. Eén inversie. En de G-krachten liggen echt wel heel laag eigenlijk. Nou, dat is op zich wel heel erg mooi. Dit was de Yuki. En mevrouw, heel veel plezier. Gelukkig bent u niet zo taai als die andere vrouw die bij de ingang stond. Van ja, je mag er niet in en maar nee schudden en maar nee schudden. Ik mag er zeker in. Hebben we nog een leuke souvenir hier? Zijn het allemaal your picture? Only va- mevrouw? Mevrouw? Oké, nou, die moet nog even uitbetaald worden. Mevrouw, ik kijk even rond. Vindt u het goed? Ik kijk even naar de souveniertjes, want ik heb het gevoel dat hier heel veel leuke vuurwerk. Je kan hier vuur kopen, natuurlijk. Je kan hier lekker Chinees oud en nieuw vieren. En een pinguïn. Ik weet niet waarom, maar er staat ook een pinguïn. Wat hebben we hier dan? Oh, grote soeplepels. Nou, mevrouw heeft een laat maar zitten. Ik wou een compliment geven, maar laat maar zitten. Wat is dit voor een deur? Oh, oké. Nou, leuk gedaan. Een deurtje die naar niks leidt. Maar goed, en wat doet die deur dan? Gaat die ook naar iets? Oh, winkeltjes. En wc's. Leuk. Ik denk dat we even moeten kijken naar het gebied. Want daar kunnen we niet echt heen. Hier wel naartoe. Maar dan komen we bij dat pad aan de achterkant. En volgens mij is het heel saai. Een langdradig, saai en een beetje met bomen bezaaide natuuromgeving. Een pad. Dan gaan we hier langs de tempel. Want hier ging hij dan daadwerkelijk in. Apart dat hij de keuze heeft gedaan om in één keer zo'n random tempeltje neer te zetten. Ik denk dat wij naar het andere gebied gaan. Wow, daar staat nog een hele leuke attractie. Kijk eens even. Leuk aangekleed aan de achterkant. Alsof die er tegenaan staat. Alsof dat gebouw dient als onze... Oh, dit is ook leuk. Ik mis nog wel eigenlijk de visjes. Want je hebt een animatie dat er van die visjes aan het rond zwemmen zijn, geloof ik. Wat hebben we daar nog? Een prachtig gebouw. Ik geloof dat dit de achterkant is van inderdaad de dive coaster. Als hij dan dadelijk langskomt, dan gaat hij door het water heen. Kijk eens even. Wat een prachtige timing. Hoppakee. En worden wij nat? Nee, dit is heel mooi. Misschien een lichte nevel, maar niet dat je dadelijk, net als in een boomstamrivier, niet alle boomstamriviertjes zijn nat, maar dat je in de waterattractie nat wordt, maar dan van een achtbaan. Ik vind het heel schattig gedaan, die tuin hier. Ik vind het heel vrolijk. Ik word er zelf ook vrolijk van. Ik vind het mooi. En hier hebben we nog een tempel. Ik weet niet of hier een ingang is van een attractie. Maar er zijn weer... Oh, is dat... Wat is dit dan? Is dit voor medewerkers? Of gewoon een restaurant expansion? Ah, een uitbreiding voor een restaurant... Hallo?
Goeiedag. Een uitbreiding voor een restaurant. Nou, mooi. Hier kon hij nog wel wat meer teamen, want hier is het echt behoorlijk kaal. Maar we gaan natuurlijk even kijken naar het andere gebied. Dat is, heeft hij ook niet helemaal... Oh, oké. Okay. Ja, dat heeft hij ook niet helemaal mooi gemaakt. Misschien moet ik toch vanaf de andere kant eventjes naar binnen komen. Want misschien dat het hier wat mooier eruit ziet. Ja, kijk. Dit is mooier. Dus dan vanaf het schommelschip gaan we rechts. Ja. En dat hebben we dan? Bengal Trading Co. Wat hebben we daar binnenin? Even kijken. Oh, zo, hallo. In één keer met mijn snuffer tegen een winkeltje aan. Dan gaan we hier verder. De gebouwtjes zien er echt heel goed uit. De Jagannath. Jagannath. Met een zonnetje. Misschien dat dat een soort god is. Dat we praten over de goden. Dat kan. Dit ziet er wel heel leuk uit. Gezellig ook. Een hele mooie sfeer. Een draaimolen binnenin. En hier rechts zien we dan een prachtig uitzicht van de achtbaan die dan voorbij komt nadat hij uit de looping is gekomen. Ik vind het heel gezellig. Ik vind de kleuren mooi. Van die palmboompjes neergezet. Overdekt tentje hier zo. Wat is dit dan? Is dit de ingang? Oh, dat is apart. Dat is heel apart. Kinderwagens ook, rolstoel. Maar de uitgang is niet zo heel erg mooi. Maar dit is wel gaaf gedaan. Hij heeft die tempelsetting laten terugkomen. Nou, we gaan onder een tentje door. Of onder een tentje. Ja, het voelt als een soort tentje. Een overkapping eigenlijk gewoon. Een tentje, ja, je weet wat ik bedoel. Gewoon gezelligheid. En hier komen we bij het station. Nou hoop ik dat als ik weer ga klikken, dat we dan... Oh, statistiek in beeld, sorry. We zijn op tijd. Wat een heerlijkheid dat we op tijd zijn. Hè? Dat doet me deugd. Onder mijn facecam uiteraard die statistiekjes. Nou, we gaan naar boven. Ik weet niet wat voor snelheid die gaat halen, maar ik gok wel dat we wel redelijk de 100 kilometer gaan halen. Dat denk ik eigenlijk wel. Natuurlijk ook een prachtig uitzicht aan de linker en rechterkant. Vooral leuk dat hij eigenlijk de omgeving heeft aangekleed met toch wel bomen. Je kon het ook helemaal kaal maken. En we staan even stil, misschien om die spanning op te bouwen. De spanning loopt in één keer af, zoals je ziet. Gaat helemaal zakken, dat je even tot rust komt van... Ach jongens, we zijn boven. Geen gestres meer. Alles staat netjes op nul. En nu? Ik ben ook niet misselijk meer. Alles staat op nul. Echt alles, behalve de verticale G-krachten staan op 1. Ja, daar gaan we. Wat voor snelheid gaan we halen? Let vooral op. Gaan wij die 110 kilometer, ik gok nu even 110, gaan we die aantikken? Daar gaat hij. Hop, 89 kilometer. Ik heb het een beetje onderschat, denk ik. Ja, nee, of juist overschat. Ik heb het overschat, ja. Want ik ben daar overheen gegaan. Ik zat natuurlijk vol met die divecoaster in mijn hoofd. Ik dacht van, nou hè, die gaat ook lekker knallen tegen de 100 kilometer aan. Maar nee, deze achtbaan... Die krijgt minder snel die snelheid dan dat we 100 kilometer kregen bij de dive coaster. Maakt ook allemaal niet uit. Gaan we weer over het water heen. De achtbaan is vrij hoog gebouwd. Dus er kan nog een flinke snelheid komen. Wat lag daar net allemaal op de grond? Was dat afval of was dat wat anders? Zagen jullie dat, al die witte spikkeltjes? Ik ga dadelijk even kijken. Ik ben nieuwsgierig. We hebben even een stukje rust. Ik noem het altijd het ruststukje. Zoals waarschijnlijk gaan op geblokkeerde remmen natuurlijk. Nou... Nog een inversie erin, dus voor mij inversie 3 of 4. Gaan we over het station heen. Langs wat natuur. Het is ook een flinke lange layout. Ik denk toch richting de kilometer lang. En met wat heuveltjes komen we dat dadelijk aan bij het einde. Het zal er wel. Oh, het duurt nog even. Jeetje jongens, ja dit is zeker een kilometer lang. En het einde. Nou, mooi. De resultaten, ja, kijk eens even. 1,2 kilometer lang. Maximaal 93 en gemiddeld 32 kilometer per uur. De grootste was 29 meter en de G-krachten liggen ook perfect 6 inversies. En de airtime counter staat op nummer 1. Echt hele mooie statistieken, daar mag je trots op zijn. Dan ga ik even kijken, wat lag er nou op de grond? Wat is dit? Hè? Het zijn gewoon... Dit is heel random, maar hij heeft gewoon bloemetjes... Heeft hij gewoon hier geplaatst dat het net erboven komt? Misschien moet hij nog teamen, want hij is misschien nog bezig. Want ik zie hier ook gewoon een random, een soort van... Ja, ik weet niet wat het is. Een kade. En dat is ook nog niet af. Dus ik denk dat het gewoon een half project is. Maar ik vond het wel leuk om even aan jullie te laten zien. Nou, laat vooral een duimpje achter. Volgende keer zijn we sowieso terug met een nieuwe aflevering. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Vergeet dan zeker niet om op het logo te klikken. En vergeet ook zeker niet om op een andere video te klikken. Als je al bent geabonneerd, dat kan natuurlijk. Tot de volgende keer. Doei doeg. Konnichiwa. Ja, mooie afsluiter.